Unheard is de nieuwe cd van het Ebony Quartet. Het is een album met muziek van onbekende, vergeten componisten die zelden werden uitgevoerd. Componisten die in de tijd tussen twee wereldoorlogen, het zogenaamde interbellum, monddood werden gemaakt door onder andere het Duits nationaal socialisme. Gelukkig zijn er mensen die speuren naar al dit vergeten moois. En hoe mooi, daarover praat ik met hoboïst en oprichter Werner Herbers. Welkom. Fijn dat u er bent. U bent ook eerder in Vrije Geluiden geweest. Ja, jaren geleden. Han de Reiziger nog. Ja, en toen al was u heel bevlogen bezig met de muziek uit het interbellum. Daar wil ik zo meteen natuurlijk meer over weten. U was ook oprichter van de Ebony Band en daar wil ik ook natuurlijk veel over vragen. Maar jullie gaan eerst een stuk voor ons spelen van Erich Ittor Kahn. Nou, zijn we natuurlijk heel benieuwd. Wie was dat? Dat was een Duitse componist. En een zeer goede pianist ook. Hij is nog als begeleider op tournee geweest met Pablo Casals. Hij was Joods en moest in 1933 Duitsland uit. Is naar Parijs gevlucht, moest daar zijn leven opnieuw beginnen. Frans leren, zich inwerken. En in 1939, toen Duitsland Frankrijk de oorlog verklaarde, werd hij in alle mogelijke 2 jaar lang bijna in kampen ondergebracht, interneringskampen in Frankrijk. En heeft 4 dagen voordat de Duitsers een enorme razzia hielden om mensen naar Auschwitz te brengen, is het hem gelukt om op een Franse vrachtboot in Marseille te stappen en kwam 3 maanden later, met nog eens 6 weken internering in Casablanca tussendoor, kwam hij in Amerika aan in 1941. En dan moest hij weer vooraf aan beginnen. En dat is een ongelooflijk zwaar leven. Ja. En hij was in de tijd, en dat geldt voor die hele componistengeneratie, had nog niet in Duitsland zo'n carrière gemaakt. En niet een goede uitgever enzovoort. Dus daardoor is hij gewoon vergeten. Ja. Is er iets, zeg maar, specifiek aan zijn schrijfstijl waarvan u zegt van ja, dat komt echt uit die tijd? Ik noem het interbellum altijd de meest diverse, rijk geschakeerde periode van de hele muziekgeschiedenis. Met aan de ene kant de moderne muziek, 12-toonsmuziek van wat ze noemden de Tweede Weense School, Schönberg. En aan de andere kant de nieuwe rage, net overgekomen uit Amerika in de Eerste Wereldoorlog, de jazz. En dat is zo'n ongelooflijk wijds idioom. Ja. En wat daar allemaal gebeurde is zo divers. En daar hoort dus ook dit stuk van Kahn is een jeugdwerk van hem. Hij was later echt een volgeling van Schönberg en de 12-toonsmuziek. Maar dit heeft hij nog in zijn studietijd geschreven. En daar hoor je de bagage van het laat expressionisme. Dus nog relatief ouderwet. En het is onvolledig, ja, maar het is een stuk van bijna 10 minuten. En wij vinden het zo mooi en zoveel substantie hebben. En ik hoop ook echt, ik ga het ook uitgeven in de Ebony Band Edition. Ik hoop ook echt dat de andere strijkkwartetten dit oppikken en gaan spelen. Zullen we gaan luisteren? Luister.
U heeft de Ebony Band opgericht. Daar hadden we het net al eventjes over. En dat is in 1990, hè? Ja. En u bent eigenlijk al een heel groot gedeelte van uw carrière bezig met het opgraven, het herontdekken van al die vergeten en verboden muziek. Verloren gewaande muziek vind ik een heel mooi woord. En veronachtzaamde componisten. Waar komt die interesse vandaan? U vertelde net natuurlijk al waarom die muziek zo mooi is. Maar waar komt die persoonlijke interesse vandaan? Ten eerste hou ik heel erg van het idioom van de eerste helft van de vorige eeuw. En ook van jazzmuziek. Maar ook dus van de Tweede Weense School. Ja, en ik ben gefascineerd door wat er gebeurd is. Nou, mijn ouders zijn Duitse vluchtelingen, dus dat heeft er natuurlijk ook wel mee te maken. Maar dat een hele componistengeneratie, die nog niet een echte carrière hadden gemaakt en nog geen uitgever hadden enzovoort, dat die monddood of zelfs vermoord zijn. Monddood gemaakt door de nazi's. En dat er dus, omdat het zo'n rijke periode was, zo ongelooflijk veel muziek daardoor verdwenen is. Ja. Ook echt verdwenen, maar ook nog in archieven ligt, ook bij weduws. Bij weduws bijvoorbeeld. Ik heb hier een brief van de weduwe Kaan. Die van het eerste stuk wat we van horen. Het eerste stuk die ik nog heb opgezocht toen zij nog leefde. En wat staat er in die brief kort gezegd? Dit was een brief van wat leuk dat u er was en om u te leren kennen enzovoort. En ik heb nog verder ook nog hier een contract, of hoe heet dat, een toestemming van haar dat ik de muziek van Kaan in de New York Public Library mag hebben, gebruiken. Ja. Want componisten die nog geen 70 jaar dood zijn, daar mag je niet zomaar onuitgegeven muziek van bezitten en spelen. Ah, okay. En dus ik was in de bevoorrechte positie dat ik dat wel mocht. Daarom kunnen we die Kaan spelen. Ja. Hoe komt u al die dingen op het spoor? Kijk, nu is er natuurlijk internet, maar neem ons even heel kort terug naar bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Heb je de rest van de uitzending? Ja, naslagwerken, biografieën, overzichts, tijdschriften uit die tijd. En in archieven natuurlijk. En ik heb natuurlijk in de loop van de jaren allemaal specialisten, of een netwerk van specialisten opgebouwd, die dan weer daarop en dan weer daarop zijn gespecialiseerd. Waar kunnen mensen al zeg maar de informatie vinden over nou, bijvoorbeeld een Kaan of Grünberg, wat jullie zo meteen gaan opvoeren? Waar kunnen mensen dat vinden die daarin geïnteresseerd zijn? Op de site van de Ebony Band. Daar staat een heel verhaal over die zogenaamde entartete, ontaarde muziek. Dus door de nazi's verboden. Ja. En er staan informatie over heel veel, nu 650 stukken. Ja. Allemaal componisten die, waar je misschien al aan kon horen, dat zouden hele grote namen zijn geweest als ze maar niet dood waren. Dat zou kunnen, maar ik vergelijk het muzikale landschap altijd met de natuur, waar je hoge bomen hebt die meteen opvallen en die alle zon krijgen, maar daaronder juweeltjes op de grond. En ja, dat is met dit repertoire ook zo. Nou, we mogen blij zijn met u. En het laatste stuk, Grünberg. Hij valt een beetje buiten het verhaal, hè? Want dat is niet iemand half. Die Hij is niet het slachtoffer geworden van de nazi's, omdat hij na 16 jaar verblijf in Oostenrijk en Duitsland naar Amerika teruggegaan is. Mm. Dus hij is wat dat betreft de dans ontsprongen. Als hij hier was gebleven, wat zijn leraar, pianoleraar Busoni Dolga had gewild, want hij was een fenomenaal pianist. Mm-hmm. Dan had hij ongetwijfeld was hij ontaard verklaard door de nazi's. Okay. Zullen we gaan luisteren naar dat stuk? Ja, en dit is waarom het wel erbij hoort, is ook dat dit stukje of zo typisch jaren 20 is, met jazz-invloeden. Hij wilde Amerikaanse invloeden. Amerikaanse invloeden. Dus hij wilde ook, hij vond ook dat Amerikaanse componisten dat moesten, hun eigen muziek moesten gebruiken. Jazz, Negro spirituals, Indian themes, noem maar op. Dus dat zit hier helemaal in. Oké, het staat ook op het nieuwe CD Unheard. Unheard, omdat het allemaal nog nooit te horen geweest is. Hopelijk nog veel meer. We gaan luisteren. Thank you.